Goedendag, mijn naam is Vlaar. We gaan een omzet doen van oppervlaktematen. Oppervlaktematen zijn kilometer kwadraat. Dus hier kilometer kwadraat. Dan heb je hectometer kwadraat, decameter kwadraat, meter kwadraat, decimeter kwadraat, centimeter kwadraat en millimeter kwadraat. Oppervlaktematen zijn altijd twee spaties, heb je nodig. Twee kolommen per eenheid. Dus een kwadraat, dus twee spaties altijd. Dan houdt twee spaties. En we gaan die berekenen hier. Een paar formules. Bijvoorbeeld, eerste vraag. 17 kilometer kwadraat. Hoeveel decimeter is dat? Dus 17, dan geef je hier 1, 7. Dan ga ik over naar decimeter kwadraat. Dus hier 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En ik ben decimeter kwadraat. Veel nullen. Je telt 2, 4, 6, 8 nullen. Dus 2, 4, 6, 8 nullen. Dus 17 met 8 nullen. Ja? Dus via altijd twee kolommen. Nu, 2,8 decimeter kwadraat. Hoeveel millimeter kwadraat is dat? Decimeter ligt hier, dus 2,8. We gaan naar millimeter kwadraat. Millimeter kwadraat ligt helemaal van achter. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dat zijn 2, 4, 6 nullen. Dus 28 met 6 nullen. Dat is volgens mij 28 miljoen. Nu 4,1 vierkante centimeter. Hoeveel vierkante diameter is dat? Hier is 4,1 centimeter. We gaan naar decameter. Hier ligt decameter. Hier de 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0. Hier komt de 0 te staan. Dan heb je 0 met 5 nullen naar de komma. 0,1, 2, 3, 4, 5 en 41. Hoe is 2,21 vierkante meter? Wel, dat betekent, we gaan naar hectometer kwadraat. Dus 2,21 ligt hier. Dus 2,21. We gaan kijken naar hectometer kwadraat. Hier ligt hectometer kwadraat. Hier 0. Dan 0, 0, 0. Dan heb je 3 nullen naar de komma. Dus 0,21. 0, 0, 0, 2, 1. Nu, bij oppervlaktemaat heb je ook hectare aardcentia. Wat is een hectare? Een hectare is 1 kubieke hectometer. Dus een hectare is 1 kubieke hectometer. Dit noemen we een are. Een are is 1 kubieke decameter. Ja? 1 kubieke hectometer, 1 vierkante hectometer is een hectare. En 1 kubieke meter is een centia. Ja? Dus je hebt hier die formules, hectare, arem en centiaar. Ja, dus 1 aar is 100 arem. En 100 arem, 1 aar is 0,1 hectare. Dus 400 hectare, hoeveel vierkante meter is dat? 2,4 hectare betekent hier gewoon 2,4. We gaan naar meter kwadraat. Dat is dus hier 2,0 bij. We krijgen 24.000 vierkante meter. Dus 2,4 hectare is 24.000 vierkante meter. Ja. 18 kubieke decimeter, hoeveel aar is dat? 18 vierkante decimeter, sorry, hoeveel aar is dat? 18 vierkante decimeter ligt hier. Dit is 18 vierkante decimeter. We gaan naar aar. Dit is aar. Dit is dan 0,018 aar. Dankjewel, bye bye.